Wat ik nog wil zeggen, we hadden het over dat hele conflict. Ja, dat heeft ook binnen de regering een ongeziene, u hebt ook ervaring genoeg, een ongeziene crisis veroorzaakt. Die regering lag bijna op zijn gat. Ja, kon hè. Ja, dankzij die moeilijke constructie van die motie van wantrouwen, die niemand echt durft gebruiken, is die regering ook op dat moment toch overeind gebleven. Dat is juist, ja. Ik heb dat nooit meegemaakt in mijn periode. Ja, ik heb al zo'n crisissituaties meegemaakt, maar om niet te zeggen van... nee. En dan met zo'n minister-president, Jan Bon, sterke Jan, wat ja, vond u? Ja, ik ga in het openbaar daar verder geen verklaring over afleggen, maar... Maar u hebt er uw gedacht over. Ja, ik zou je heel eerlijk zeggen, ik heb tegen Bart de Wever bij de laatste regering heb ik gezegd, je moet Geert Bourgeois terug minister-president maken. Hij zou dat beter hebben aangepakt volgens u, Geert Bourgeois, ja. Maar goed, okay. Ja, goed. Nu, ik sta op heel verre afstand om dat soort debatten en soort dingen allemaal te volgen. En ik moet zeggen... Ik wil ook geen schoonvader of schoonmoeder spelen. Ik word het niet gevraagd, hè, want wij zitten in het partijbestuur omwille van onze deskundigheid en onze ervaring. Ah, ja, okay. En elke morgen ben ik aan het wachten, de telefoon, nu gaat de telefoon gaan en nu gaan ze mij eindelijk gaan ze nu een keer mijn... De grijze wijze oude Jan gaan we nu eens ja, die gaan we maar... Van nu maar dat toe... telefoontje komt dus nee, niet. Nee. Maar ja, ze vinden wel dat ik aan de verkiezingen moet meedoen. Dat vinden ze wel. Ja,